ben een simpeltje aan het bakken. Daar staan paprika's, dat gaat er nog doorheen. En hier staan roerbak garnalen. Jammer dat het geen geurcamera is, ja. Het ziet er lekker uit, dacht ik zo. Dat we gaan er, ik zal mijn badje zo meteen eventjes opscheppen. Het is nog goedemiddag, eindmiddag. Lieve vrienden, bij Corina en de Beestenboel zijn jullie altijd weer welkom. Dus bij deze ook. Het is laat al. Het is 17:33. Ik heb me net pas aangekleed, maar ik ben er al. Nou, ja, we gaan zo, schat. Mijn liefhebbende broer die belde me uit bed. Onze Koen, ja, en hartstikke lief voor, dat wel, maar ja, ik ben wel opgemaakt, maar ik ben gisteren ook niet online geweest, althans, niet gefilmd. Dat hey, wanneer je migraine hebt, ja, dat, maar ja, gaat ook alweer over voordat je een oud kereltje bent en anders ben niet ik pech, ja. Maar in ieder geval, zo is het wel. Maar ik ga de meisjes even uitlaten en het stormt nog steeds als een raket en de wind staat anders. Dus we gaan ons weer trotseren door de storm heen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag een half uurtje en dan begint de avond. Dus ik zou ook zeggen, smakelijk eten, bon appetit. Lieve vrienden, ik ben met mijn fruit bezig. Die staan al een tijdje op om te koken. Die koken ook al, maar ze waren nog niet gaar. En ik ben een simpeltje aan het bakken. Daar staan paprika's, dat gaat er nog doorheen. En hier staan roerbak garnalen. Ik heb net even nog halve jasjes zitten te verwijderen, maar ze waren al gekruid. Dat gaan we allemaal nog doorheen en daarna gaat het door de spruiten heen. Als de spruiten zijn afgegoten, gaat het lekker allemaal doorheen. Dus ja. Dat zal lekker smaken, denk ik. Doe voor het eerst garnalen erdoorheen. En ook paprika. Ik heb wel altijd uien in spekjes of rookworst erdoorheen. Maar ja, nou garnalen. Dus we zullen het proberen. En dan ook voor het eerst paprika. Ik ga denk ik altijd maar siepeltjes. Ja, uien zeggen jullie dan. Maar ik zeg siepeltjes. Met spekjes of een rookworst erdoorheen. Maar ja. Ik denk, ik wil dat eens proberen, anders weet ik, eet ik geen garnalen, weet je. En ik had het toen bij zo'n pakket gekregen en in de vriezer gegooid. Blijft het goed, ja. Maar ja, nou moet het toch eens een keer opgegeten worden. Vinden jullie ook niet? Nou, ik laat het jullie straks zien als ik het op mijn bord heb, hier aan de salontafel. Dus dat komt allemaal goed. En mijn hoofdpijn, nou die is gelukkig gezakt. Nadat ik thuis kwam, toen is het goed gezakt, want het waait nogal. Toen kreeg ik het even wat erger door die storm. En ik kon amper de brug overkomen, maar ik heb het gered. En dat ik weer thuis was, toen ging het. Toen voelde ik het zo wegzakken. Ik dacht, mooi zo, dankjewel. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet zo van jullie avond. En ik spreek jullie later. Jammer dat het geen geurcamera is, ja. Het ziet er lekker uit, dacht ik zo. Dat we gaan ik zal mijn badje zo meteen eventjes opscheppen. Ik zal eerst dat even in de week zetten, maar dat gaat nou niet. Want er ligt een deksel in en die moet weer ergens anders op. Dus ja, komt zo wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten en bon appetit. Ja, ik vind het er lekker uitzien. Echt wel. Ja, goedenacht, lieve vrienden. Want dat is het al. Want het is, even zien, 1:24. Dat ik ga mij gaan aankleden, mijn jas aan, bedoel ik, en sjaal om, handschoenen aan, et cetera, et cetera. En de dames intuigen en dan ga ik even weer een blok om. Ik hoop dat het niet zo hard waait. Ik heb er niet op gelet meer. Ik weet wel dat de wind gedraaid was, maar dat was aan het begin van de avond al. En ja, daarna kom ik boven misschien nog wel weer een keer retour als ik op mijn bedje zit. Dus dat duurt nog een leven. Ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten allemaal. En slaap lekker
Morgen weer gezond op. Dan hoef ik van, straks ook niet terug te komen. Nee. Ik maak er gelijk vandaag van deze vlog een einde. Ik kom er laat in en ik ga er laat weer uit. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze van jullie nachtrust. En graag tot morgen.